Goedenavond, collega's en inwoners van onze gemeente. Bij deze open ik meteen de openbare zitting van de eerste gemeenteraad van 2023. En ik houd eraan, zoals steeds op voorhand, onze IT-mensen en onze algemeen directeur te bedanken voor hun gewaardeerde ondersteuning bij de raden van vandaag. We beginnen de agenda traditiegetrouw, collega's, met de goedkeuring van de ontwerpnotulen van de vorige raad. Ik vermoed dat er geen bemerkingen zijn. Luc, Tim, Karen, Christophe, er zijn geen opwerpingen of bemerkingen. Dan kunnen we stemmen, hè, Tina. Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Een paar goedkeuring van de ontwerpnotulen. Volgend punt, collega's, heel uitvoerig gedocumenteerd met vele en volumineuze bijlagen. De voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. U verlaat de zitting, Kathleen? Oké, dank u. Kathleen Helzen verlaat de zitting. Collega's, dat noteren wij en dat observeren wij. Ik heb gemakshalve en voor een goed overzicht het traject tot nu toe in de slide gezet. Dus op 28 november 2022 werd een gunstig advies afgeleverd door de GECORO. Nadat het traject van goedkeuringen door het college was afgewerkt. De scopingsnota die volgde op de startnota en op 3 oktober 2022 van verleden jaar werd het voorontwerp door het college goedgekeurd. Wat zit er nog in de pijplijn nu? De volgende stappen in het planproces, de organisatie van het openbaar onderzoek en de opmerkingen en bezwaren die tijdens dat openbaar onderzoek worden geopperd, worden traditiegetrouw overgemaakt aan de GECORO. En de GECORO zal omtrent die opmerkingen en bezwaren een gemotiveerd advies afleveren aan de gemeenteraad. En dan pas kan het RUP definitief worden vastgesteld op basis van de reacties mede op die ontvangen adviezen en bezwaren. Zijn hier vragen omtrent, collega's, omtrent deze voorlopige vaststelling van het RUP Mi-Maan? Ik zie geen vragen om opmerkingen te formuleren. Oké, dan kunnen wij gewoon overgaan tot de stemming. Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Volgende agendapunt, collega's. Het aanvullend politiereglement verkeerskussens ter hoogte van de Witputstraat. En het voorwerp van dat besluit, kort samengevat, is de bestaande asverschuivingen in de Witputstraat ter hoogte van de oversteek Ruiter netwerkpad te vervangen door verkeerskussens. Zijn hieromtrent vragen? Luc? Ja, wij hadden vroeger al gevraagd of dat er al een evaluatie gebeurd was van de verkeerskussens in de Varendonkse Steenweg, omdat dat een verstandige manier is om verdere beslissingen mee te nemen. Ik heb daar nog altijd geen nieuws over gehad, dus ik weet niet of dat daar ondertussen een bevraging geweest is of niet. Ja, bevragingen hebben we nog niet gedaan, omdat we ook geen opmerkingen erover krijgen. En dus we hebben eigenlijk, of je nog altijd geen enkele opmerking gekregen
over die verkeerscursus, dat zij daar klachten of zo van genereren, zowel niet in de Vaarnoemsteeweg, zowel niet in het Hooilaar. Dus dan, ik denk niet de zin eigenlijk van een bevraging daarover gaan doen als er niemand daar klachten over heeft. Ja, is er geen klachten geweest en ondertussen is op zich natuurlijk ook een zinvol gegeven om hen te gaan weten. We hebben hier nog altijd een beetje onze bedenkingen. Met zwaar verkeer rijdt je over die kussens heel vlot over. Maar we zijn er niet tegen. We willen het gerust steunen. Het is niet uit negatieve kritiek, maar het was gewoon uit interesse. Ja, we hebben nu, maar wij we steunen hebben dit agendapunt en hopen dat het de verwachtingen inlost. We hebben dat ook. Dank u. Dank je wel, voorzitter. Beving je wil wel zeggen dat we heel tevreden zijn dat het punt dat wij origineel op de agenda plaatsen toch ook opnieuw ter goedkeuring wordt voorgelegd. Maar we hebben wel twee vragen eigenlijk specifiek daaromtrent. Het ruiterpad, komt dat eigenlijk uit net op één van die verkeerskussens of tussen die verkeerskussens? Want dat is ons niet helemaal duidelijk op basis van het plan en dan ter plaatse gaan kijken. Want ja... Ertussen. Ertussen? Ja. Ja, oké, dankjewel. En dan, wat is de afremsnelheid die met de verkeerskussens beoogd wordt? Hè? Met andere woorden, welk type verkeerskussen gaat er worden geplaatst? Want we zien heel veel afmetingen op die plannetjes, maar hebt, de hoogte wordt daar niet bijgezet, het materiaal ook niet. Ja, u hebt verschillende soorten verkeerskussens van helling eigenlijk. En dus ook naar een land rijsnelheid erop. Die daar komen liggen zijn die van 50. Dankjewel. Oké, collega's, zijn er nog vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming omtrent dit aanvullend policyreglement. Eén paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Dan kunnen we naar het volgende punt. De goedkeuring van de erfpachtovereenkomst voor de MS-distributiekabinet ter hoogte van de Maria Goretti-straat. Er zijn twee, of beter gezegd, het is een tweeledig voorwerp. Het eerste is een erfpacht als zodanig met betrekking tot een lokaal met een MS-distributiekabinet in een lokaal behorend tot de gemeentelijke werkhal, de Maria Goretti-straat, hoogte van Vest 1, oppervlakte 46,85 vierkante meter. En verder ook de vestiging van erfdienstbaarheden op percelen ter hoogte van die erfpacht, bestaande uit een recht van toegang en doorgang en het recht om ondergrondse leidingen aan te leggen en te onderhouden. Zijn hieromtrent vragen, collega's? Het is eigenlijk een routine kwestie. U heeft ook gezien, de erfpacht is om en bij de 30.000 euro gespreid over 99 jaar te betalen door Iverlek aan onze gemeente. Dan zijn we al meteen snel beland bij het overzicht van... Oh, excuseer, ja, we moeten nog stemmen natuurlijk. Oké, dan gaan we over tot stemmen. Beginnen we opnieuw. Oké, we gaan over tot stemming. Tim. Eén paar goedgekeurd. Oké, dank u, Tine. Dan is ook dit punt goedgekeurd, collega's. Dan gaan we over naar de actuele dossiers. En het eerste puntje is het vernieuwen van het zusterhuis in Bergom. En dat zal Elke toelichten. Het staat niet op de lijst. Of ging Peter toelichten? Oké.
Oké, okay, goed, maar ik zal de lijst aflopen zoals dat die voorzien is in de gemeenteraad, voorzitter. Misschien is dat handig, want je verrast ons alle twee een beetje. Niet dat we geen toelichting willen geven over de stand van zaken van het zusterhuis. Maar ik zou zeggen, laat ons bij het plan houden, zoals voorzien door de gemeenteraad. De lijst van de actuele dossiers zijn 8 rubrieken. Lokaal dienstencentrum Varenwinkel zit op schema om, zoals ook eerder gezegd, tegen de zomer klaar te zijn. Idem dito voor jeugdlokale Blauwberg. Misschien moet ik daaraan toevoegen dat er op een gegeven ogenblik een bezorgdheid was van Scouts en Blauwberg dat er een zogezegd lek in het dak zou zijn. Ten eerste, mocht die vaststellingen al objectief zijn geweest, dan zijn ze eigenlijk gedaan door de werf te betreden. Dus hebben ze toch een warme oproep gedaan van de werf niet te betreden. Maar goed, desalniettemin blijkt ook dat de lekkage eigenlijk in een periode van vorst geweest is, waardoor dat er na dooi wat vlekken, vochtvlekken zijn tevoorschijn gekomen. Maar er is geen enkel lekkage aan het dek zichtbaar. En ook hier mag de jeugd van Blauwberg zich verblijden. Tegen de zomermaanden zou dat helemaal rond moeten zijn. Mogelijks vroeger, maar ik durf het in de bouwsector niet meer zo hard op zeggen. Werkgroep Duurzaamheid komt opnieuw samen op 6 maart. Jeugdhuis De Schook is hier voorgelegd geweest. Daar zijn de gunningen uitgestuurd en zal in de komende weken de communicatie tussen onze diensten en aannemers gebeuren, zodanig dat we een definitieve planning hebben voor de bouw van het jeugdhuis hiernaast. Fietspad Dieperstraat. Zoals u weet loopt daar nog steeds een openbaar onderzoek dat we hier door de gemeenteraad hebben laten passeren. Dus dat loopt zijn traject. Tegelijkertijd worden de berekeningen gedaan wat de innames betreft en de kostprijs voor onteigening. Fietspad en riolering Aarschotse Steenweg, daar zeg ik alleen maar wat we al een paar keer gezegd hebben, zit op de planning uitvoering 2025. Tennishal, daar staat tennishal, maar eigenlijk bedoelen we dat bedoelen we daarmee de buitentennisterreinen pas aangelegd en de padelterreinen. Zoals jullie weten bestaat er een discussie over de kwaliteit van de padelterreinen. Wij krijgen uit verschillende hoeken signalen dat die niet voldoet of dat die toch vreemde valse botsen maakt. Uit onafhankelijke zijden. Dus we hebben dat ook ernstig genomen. Momenteel is ons diensthoofd omgeving bezig met het onderzoeken van de kwaliteit. En hij doet dat met de hulp van een expert. Een expert die eigenlijk ook door Tennis Vlaanderen als autoriteit wordt beschouwd om te beoordelen of dat die kwalitatief zijn opgebouwd. Nu, belangrijk om te weten voor de raad, en mochten jullie als raadsleden daarover gevraagd worden, is dat er voor wat betreft padel en tennis geen normering bestaat. En je zou mogen verwachten dat dat wel bestaat, maar enfin, blijkbaar in Frankrijk en Duitsland wel, maar hier niet. Wil dat dan maar zeggen, of wil dat zeggen dat je dan maar zomaar iets mocht gebruiken? Dat zegt dat ook niet, hè. Maar de opbouw is niet genormeerd en dat is wel belangrijk om te kunnen bepalen of er technische fouten zijn in de uitvoering. De vereiste vakbekwaamheid natuurlijk, die moet aanwezig zijn. Dus daar is nu onderzoek op geweest vorige week. Daar zullen nog staalnames gebeuren. En het dossier wordt dus op technische en juridische wijze voorbereid. We gaan ervan uit dat de vereiste vakbekwaamheid, gezien de aannemer toch een autoriteit is binnen het buitensportgegeven, dat wel goed zit. Maar je kan nooit uitsluiten dat er uitvoeringsfouten zijn. Hè. Er wordt met verschillende aannemers gewerkt. Dus dat is één element van de zaak dat onderzocht wordt. Het tweede element is uiteraard wel, dat heeft dan eerder betrekking op de buitentennisterreinen, is of dat de gebruikte materialen degene zijn die we terugvinden in het lastenboek. Dat wordt ook onderzocht. Dus beide elementen zijn nu in een technische fase, laat maar zeggen, maar tegelijkertijd bereiden we ons juridisch voor, hebben we ook ons juridisch voorbereid in die zin dat er ingebrekenstellingen zijn gestuurd. Het is jammer, want het is nieuw. Hè. In elk geval, wij hopen daar op korte termijn zicht op te hebben op die padelterreinen en tennisterreinen over zowel de uitvoering als de, laat maar zeggen, de gebruikte materialen zoals dat die voorzien zijn in het lastenboek. En dan masterplan Ramsel tenslotte. Dat is doorheen zijn verschillende fasen doorwandeld. We zijn daar tot een definitief masterplan gekomen, afgeklopt vanmorgen in het college. Zonder opmerkingen, want die opmerkingen zijn aan de hand van die participatie en met stramien gebeurd. Nu, de volgende fase bestaat erin dat onze administratieve diensten, zowel het technische als het budgettaire, gaan
omgieten in een plan, in wat kan snel gebeuren, de zogenaamde quick wins, en wat kan op middellange termijn gebeuren en wat is eigenlijk iets dat mee moet genomen worden in een andersoortige en grotere ontwikkeling in de dorpskern van Ramsel. Dus die fasering die wordt nu verder intern voorbereid en ik kom daar dan zeker op terug wanneer dat die voorbereiding klaar is. Dat zijn de actuele dossiers zoals voorzien door de gemeenteraad. Hallo. Dank u, Peter. Karen, ik geef u direct het woord, maar ik wil eerst even mijn verwarring duiden bij de aanvang van dit agendapunt. Ik had van elke nog een actueel dossier doorgemaild gekregen, het zusterhuis. Of... Ja, vandaar mijn verwarring, omdat dat voor het eerste punt van de officiële agenda stond. Rond het zusterhuis, de laatste stand van zaken, is dat de omgevingsvergunning is doorgestuurd naar de deputatie. Want dat is merkscreening plichtig door een wijziging in de interpretatie van de regelgeving, waardoor dat wij dat dossier zelf niet kunnen behandelen. Dus dat is naar de provincie. En we zijn ook bezig met teruggesprekken aan te gaan voor VIPA, zodanig dat we ook voor het zusterhuis de nodige subsidies gaan krijgen. Dus dat is op dit moment de stand van zaken daar rond. Dank u, Elke. Dan geef ik het woord aan Karen. Ja, dankjewel. We hadden nog een vraag omtrent de Duurzaamheidsraadwerkgroep. Of het mogelijk was om daar de verslagen nog van te krijgen, want wij hebben die nog niet aangekregen. En dat gaat over twee verslagen normaal gezien, waarvan dat één zeker aanwezig zou moeten bestaan, want dat is op de laatste Duurzaamheidsraad gezegd geweest. Het is waarschijnlijk gewoon een vergetelheid, maar of dat kan genoteerd worden dat wij die zouden kunnen aankrijgen. Oké, Karen. Dankjewel. Luc vraagt ook nog het woord. Ja, twee vragen. Enerzijds het jeugdhuis. Ik begrijp dat daar op dit ogenblik dan een prijs bekend is. Aan welk bedrag zijn de werken gegund? En hoe zien jullie de timing voorlopig? De werken voor de ruwbouw zijn gegund voor 459.551 €28 exclusief btw en HVAC sanitair 120.469,23. De timing is dat voor wat betreft de aanvang, we verwachten dat die binnen de 2 maanden zullen beginnen. Dat kan vroeger zijn, maar dat kan na afstemming op een ander tijdstip zijn, maar dan zou het eigenlijk binnen het jaar ongeveer moeten staan. Voilà. Ja, dat is een verschrikkelijke meerprijs en 3 jaar vertraging, proficiat. Dan een tweede opmerking. Mag ik daar toch even op reageren? Hilde maakt me daarop opmerkzaam. Van de rechter. Ik merk nu ook dat er een berst in de muur is hier recht tegenover ons. Ja. Goed, ik ben geen technisch expert, maar ik weet dat een gebouw, en zeker een nieuwbouw, zich zet. Hè, en wanneer dat die dan nog in de voeg gebeurt, dan heeft dat met stabiliteit eigenlijk of stabiliteitsproblematieken niks te maken. Maar ik ga me niet uitgeven voor technisch expert, maar als die breuklijn zich in de voeg situeert, dan lijkt mij die onschuldig te zijn. Het zou eerder erg zijn moest die dwars door de muur gaan, maar we zullen het nakijken. Toch nog even terugkoppelen. We kunnen discussiëren over de kostprijs, maar in elk geval, ik denk dat de jeugd nu een jeugdhuis zal hebben. Niet in een hoekje van een tennissal, met alle problematieken van hier, maar een volwaardig jeugdhuis. En ik ben blij dat dat eindelijk beslist is en dat die kogel door de kerk is. Oké, dank u, Peter. Dan kunnen wij overgaan, collega's, naar een volgend punt. Rapportering conform het decreet lokaal bestuur omtrent de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Een item dat actueel is en blijft, met name het capaciteitstarief. Ik heb nooit een dermate transparante toelichting weten geven omtrent het capaciteitstarief als enkele weken geleden in Leuven. En ik wil u dat toch niet onthouden, die toelichting, of de grote lijnen ervan, want ik ga er niet buitensporig lang bij stilstaan. Maar voor onze mensen die de raad volgen, is dat denk ik ook interessant. Om te begrijpen wat het capaciteitstarief is, en ik merk bijna wekelijks dat mensen daar nog altijd
in de grootste verwarring rondverkeren. Om te begrijpen wat dat het capaciteitstarief is, moet men weten dat onze elektriciteitsfactuur, en dat weten we allemaal in de Raad hier, uit enkele tariefcomponenten bestaat. De energiekosten natuurlijk, zoals u ziet op de slide, is het levenaandeel van die factuur 79%, dat is een gemiddelde. Maar het capaciteitstarief, de component nettarief, capaciteitstarief, dus gedeelte waarop het capaciteitstarief wordt berekend, bedraagt slechts zo'n 7% van de totale kilowattuurprijs. En vanaf 1 januari van dit jaar werd het deel nettarief berekend op basis van het piekverbruik. En dat is een innovatie natuurlijk. Dus niet alleen meer op het totale verbruik. En dat, die modaliteit van heffing noemt men heel concreet het capaciteitstarief. Klanten met een digitale meter kunnen verbruik beter gezegd spreiden, pieken afvlakken of vermijden en zo hun netkosten verlagen. Dat is iets helemaal anders voor de mensen, de inwoners van onze gemeente die geen digitale meter hebben, die gewoon nog de klassieke terugdraaiende meter hebben. Daar is er geen mogelijkheid om pieken te detecteren en daarop te gaan heffen. Nog eens in herinnering gebracht waarom dat capaciteitstarief is ingevoerd. We hebben door de elektrificatie of de elektrifiering van ons net en dus door de energietransitie dus veel zwaarder netten nodig. Het streven naar energieonafhankelijkheid kost ons de volgende 10 jaar 4 miljard extra aan investeringen, bovenop de 10 miljard gewone investeringen. Dus eigenlijk gaan we in de schoot van die energietransitie naar een gerichter investeren in netten onder meer en vooral ook naar een slimmer gespreid netgebruik. Dus capaciteitstarief en digitale meter zou moeten helpen het verbruik spreiden, pieken te vermijden en investeringskosten te drukken. Ik las terloops nog daar straks in een verslag van Fluvius dat de grootste piek blijkbaar bestaat dagelijks tussen 5 en 8 uur 's avonds. Maar dit even terzijde. Is dit capaciteitstarief ingevoerd? Wel voor alle klanten van Fluvius collega's, ook wie geen digitale meter heeft. Dus bij gezinnen en KMO's met een klassieke meter gebeurt de berekening van het capaciteitstarief op een andere basis. Immers klassieke meters die geven geen pieken aan. Belangrijk ook, beschermde afnemers, de mensen die kunnen genieten van het sociaal tarief, en dat zijn er velen, daar is er geen capaciteitstarief van op toepassing. Dus daar is een behoud van de vaste kilowattuurprijs. Hoe gebeurt het nu verder? Het overgroot deel van de netkosten wordt dus niet meer berekend. En dat is de innovatie. Revolutie zou ik het niet noemen. En ik zal uitleggen binnen enkele seconden waarom het zeker geen revolutie is. Het overgroot deel van de netkosten wordt niet meer berekend op basis van het hoeveel verbruik, maar wel op het hoeveel tegelijkertijd. En de berekening gebeurt aan de hand van enkele nieuwe tariefelementen, zoals de kwartierpiek en de gemiddelde maandpiek. Samengevat, gezinnen en KMO's met de klassieke meter, die worden geconfronteerd met het gegeven dat de effectieve verbruikspieken niet kunnen worden gemeten. Men heeft dus uiteindelijk ervoor gekozen om een forfaitaire heffing toe te passen, aangevuld met een vergoeding uiteraard volgens het verbruik per kilowattuur. Samengevat nogmaals, wat de gezinnen betreft, voor gezinnen met een digitale meter worden de netkosten grotendeels berekend op reëel gemeten gemiddelde maandelijkse kwartierpieken. En voor gezinnen met een klassieke meter is er een forfaitair verhaal. Ik kan u geruststellen op www.fluvius.be. /capaciteitstarief vindt u alle dienstige informatie hieromtrent.
nogmaals tot zijn essentie herleidt voor de... En dat is eigenlijk de hoofdboodschap in functie van dit verhaal capaciteitstarief dat eigenlijk toch maanden geleden werd aangekondigd als iets waar we allemaal moesten voor vrezen. Althans, dat was mijn perceptie. Dus voor de meeste gemiddelde gezinnen, en dat is de goed nieuwsboodschap, is er nagenoeg geen enkel financieel verschil bij ongewijzigd gedrag, uiteraard, qua elektriciteitsconsumptie. Heb je een digitale meter, dan kan het verhaal er anders uitzien en dan kan je het verbruik beter spreiden en ook je factuur naar beneden halen. Ik denk niet dat ik hier verder langer moet bij stilstaan, collega's, want de volgende slide geeft aan wat er nog als innovatie werd aangebracht op de laatste regionale bestuurscommissie van Fluvius, namelijk het fenomeen open data die ons, zowel particuliere consumenten als bedrijven, in staat stelt om data bij Fluvius te gaan opladen. Data rond ons verbruik en al wat u wilt. Ik geef het maar gewoon mee. Op deze website kunt u ruimschoots daaromtrent alle informatie vinden die u dienstig kan zijn. Dan nog het laatste, een detailje op de laatste bestuurscommissie van enkele weken geleden. Dat vond ik toch wel markant. Resultaat van de klanten, tevredenheidsbevraging van Fluvius over 2022. Dat is al jaren dat ik dat meemaak, dat ik in die commissie zit, dat de klantentevredenheid heel hoog is. En maak u niet ongerust, die klantentevredenheid die wordt gemonitord door externe studiebureaus. Wat opvalt in deze slide is de component rond de klanttevredenheidsbevraging, storingsbeheer. Dat slaat voor 20% die meting van de tevredenheid op het uitvallen van omvormers. Dus daar was de tevredenheid van de Fluvius-klanten, van de Everlake-klanten, gedaald met 10%. Maar dat is ondertussen ook op de goede weg. Met andere woorden, wat ik ervaar met een paar mensen die hun beklag kwamen doen rond omvormerproblemen, die zijn allemaal stuk voor stuk heel goed geholpen. Ik ga het daarbij laten. Het is niet de bedoeling van hier een uitgebreide rubriek van te maken. Alleen van u te informeren waar u terecht kan omtrent vragen rond vooral dat capaciteitstarief en alles wat er een afgeleide van is. En ik heb daar straks ook nog naar Fluvius gebeld, want daar is dikwijls ook verwarring rond. Waar moeten mensen nu terecht? Waar moeten wij nu terecht? Wanneer we technische of andere vragen hebben rond elektriciteit, dat zou de nummer zijn waar iedereen aan zijn trekken kan komen indien hij op zijn honger zit met betrekking tot parate kennis rond elektriciteit. Dat was het. En dan ga ik over naar de mededelingen vanuit het college. En daar heeft Elke een zeer belangrijk punt, meen ik te mogen stellen, Elke, Oekraïne. De jobbeurs voor Oekraïners op 2 februari. Op 2 februari organiseren wij in Geel een jobbeurs voor Oekraïners, waar dat denk ik... Vorige week waren het er 113 die ingeschreven waren. Ik denk dat er ondertussen wel rond de 120 of meer mensen zijn. Dat is uniek, want wij doen dat met 6 lokale besturen. Dat is de eerste keer dat dat in Vlaanderen gebeurt. En het plezante dat we hier wel kunnen zeggen is dat dat eigenlijk getrokken wordt door het OCMW van Herselt. Namelijk Kirsten Karlsson, die vanuit het GBO is aangesteld, maar werknemer is van het OCMW van Herselt, heeft dat allemaal geregeld. Ik hoop dat RTV er gaat opspringen. Ik hoop ook dat VTM en VRT er gaan opspringen. Gewoon voor alle energie die Kirsten daar heeft ingestoken samen met de collega's. Jo Broens gaat ook aanwezig zijn op de jobbeurs. En voor de rest gaat er ook VDAB, FOCA, alle grote uitzendkantoren gaan aanwezig zijn. Dus wij hopen dat we zo heel wat Oekraïense mensen kunnen toeleiden naar bedrijven hier in de Kempen. Bedankt, Elke, voor dit belangrijke bericht. Zijn er vragen nog, collega's, rond dit informatieve item? Dan komen we aan
de mondelinge vragen. Ik zie naar de fractieleiders. Luc, ik ga gewoon rond. Wie is? Maria, Kathleen, Wendy, Luc zelf, Hilde. Ik zou zeggen, shoot, Hilde. Ik heb tussen pot en pint, daar is iets van gezegd tegen Elke en Raf, van dat klein containerpark dat er bij ons in het straat aan het vormen is. En ik kan dat begrijpen dat dat vergeten is, want het was op de recepties, dan is dat eigenlijk niet het moment voor... ik denk echt wel dat dat een communicatie... Alleen, probleem geweest is dat je dat even toch moet melden daar, want dat komt precies bakken bij. En met de wind komen die dan op de baan. En eerlijk gezegd, het is ook geen zicht. Er staan zeker minstens 7 bakken. Dus, en soms nog wat dozen en van alles erbij. Dus, ik begrijp als het afval komt, dat die daar staan. Maar die staan daar permanent. Nee, ik heb dat doorgegeven aan de mannen van Aldi en zijn nog gezien. En effectief, ja. En er staan heel veel containerbakken en zo die daar eigenlijk niet zo moeten staan. Maar dan ging je nou kijken van wie dat ze zijn allemaal en zien dan die mensen toch wel proberen te contacteren voor alles. Maar ik zei het, hoe ver het dan is, dat mag ik niet zeggen. Ik vermoed van de woningen boven de BKO, en dan kan ik je dat wel begrijpen, dat die mensen dat misschien niet weten. Die communicatie misschien niet verlopen is, maar dat die dat niet verstaan hebben. Dus dat die wel de vuilbakken moeten buiten zetten, maar niet dat de bedoeling is dat ze moeten laten staan. Hè. Dus ik denk dat het gewoon een communicatieprobleem is. Dus even misschien met die mensen. Ik zal het nog navragen. Oké, dank u wel. Blank. Nee, ik wou gewoon nog antwoorden op Hilden ook. We gaan dat ook nog eens doorgeven, maar normaal gezien worden die mensen wel opgevolgd door het OCMW. We hebben een maatschappelijke werker die LOI-mensen opvolgt, maar we geven het door. Misschien moet er nog eens een overleg mee gebeuren. Ja, dat is raar, want normaal gezien krijgen die alle info en komt daar iemand regelmatig langs. Maar, ja, dan vallen die op de baan. Oké, Hilde. Christian? Ja. Raf, er is mij gevraagd of dat er eens kon gevraagd worden aan de lijn. Blijkbaar zijn de bussen in Hersel Centrum een half uur te laat bijna, 's morgens. De bus van 7:50, die zou pas 7:45 zijn. En die mensen missen hun trein voor het werk. Ja. Of dat daar kan navraag gedaan worden hoe dat komt. Allee, dat ze dan eventueel vroeger vertrekken of hoe. Of dat het is met de omleiding, of hoe dat zit. Want de mensen al eens missen al blijkbaar dikwijls hun trein. Ik had met iemand van jullie eigenlijk door ons spreken geweest in Hersel eigenlijk. Ik heb het doorgegeven, ik heb ook gevraagd. En ze gingen een onderzoek starten. Maar daar moet ik ook eerlijk zijn, dan moet ik ook de resultaten van terug gaan opvragen, want die heb ik nog niet gekregen. Wat is daarmee gedaan hebben, of ja of nee. Oké, bedankt. Oké. Warre, heeft u vragen? Oké. Gerda? Ronnie? Ook niet. Karen knikt. Ja, dankjewel, voorzitter. Mijn vraag is wat de status is van de heraanleg van de Berglaan. En wat is er uit de bespreking met de buurtbewoners gekomen? We hebben eigenlijk in november of december hebben we dan eigenlijk een bewonersvergadering gedaan. Dan hebben we aan iedereen gevraagd eigenlijk om zijn bemerking door te geven. En we gaan nu de 23 februari terug met die mensen aan tafel zitten. Met alle, 23 februari, ja. Met alle aspecten en alles. Dus we proberen een oplossing eraan te geven. Ja. Oké, dankjewel. Ronnie vraagt het woord. Wie heeft het woord, Ronnie? Ja, goed dat je me er doet aan denken. Ik had er ook nog een klein vraagje over.
Ik heb gemerkt bij de aanwezigen op die vergadering dat er ongeveer, ik denk, 20% van de bewoners aanwezig waren. Wat ik mij afvroeg, maar dat kan ik natuurlijk niet inschatten. Die andere mensen, hebben die de enquête gewoon achteraf in de bus gekregen of hebben die geen inspraak gehad? Moest je op de vergadering zijn of niet? Nee, dus we hebben iedereen eigenlijk dus aangeschreven. Hè, dus, die eigenlijk niet kon aanwezig zijn, eigenlijk, konden ook gewoon een bemerking ook binnengeven. En die hebben ook een formulier, want er zijn er ook een heel deel die gewoon een formulier hebben gewoon afgeprint en doorgestuurd. Dus... Wat is de respons eigenlijk geweest in percenten? Dat moet ik nou kijken, eigenlijk. Dat moet ik nou kijken. In percenten. En dan een tweede vraagje, want op die bewuste avond, en dat was denk ik eind november, er hebben twee mensen een vraag gesteld over beschadigingen die dringend moesten aangepakt worden. De man in kwestie heeft dan nog gewacht tot eind december, heeft dan terug de vraag gesteld omdat aan het euvel niet verholpen was. En ik heb daar straks gecontroleerd en het gat in de berm, dat is ondertussen denk ik 25 centimeter diep geworden. Maar ik vond dat raar, want er waren twee schepen aanwezig en het hoofd van de uitvoerende diensten. Er is dan nog door de buur in kwestie nog teruggebeld uit bezorgdheid, omdat er niks aan gebeurde. Naar wie, Ronnie? Naar mij of naar de gemeente? Ik denk naar u, de dienst zelf. Maar op de infoavond is de vraag publiekelijk gesteld twee keer. Dat zal ik nagaan. Dank u. Ja. Oké, ik ga gewoon verder richting klok. Vic, geen vragen? Stefan, Dolinda, Tim, Mireille, Elke. Oké, dan zijn we rond met de mondelinge vragenronde, collega's. En dan kunnen we de openbare zitting van de gemeenteraad afsluiten en de openbare zitting van de OCMW-raad beginnen met de goedkeuring van de ontwerpnotulen van de raad van 19 december 2022. Ik geloof dat er geen vragen zijn, dan kunnen we onmiddellijk tot de stemming overgaan. Fractieleider van CD&V plus 22 stelt voor van in blok. Ja, inderdaad, deze is beter. Ik weet niet of ik al gestemd heb, Tina. Ronnie nog. Een paar goedgekeurd. Oké, dank u, Tina. Ik zal de volgende punten benoemen, collega's. Dus, gewoon een kennisname van de verplicht af te sluiten. Nieuwe modelovereenkomst, Vlaamse modelovereenkomst, OCMW cliënt rond schuldbemiddeling. De schuldbemiddelaar, dus in casu onze OCMW, is verplicht om die modelovereenkomst schuldbemiddeling te gebruiken als de schulden helemaal of voor een deel voortvloeien uit één of meer consumentenkredieten. En dan ja, ook een formaliteit, aanpassing van de pachtprijzen aan de nieuwe wettelijke coëfficiënten, zoals die in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen. En tenslotte BKO kwaliteitshandboek, goedkeuring van de aangepaste procedure, grensoverschrijdend gedrag die geïnspireerd is of gebaseerd is op de brochure van kind en gezin, met name grensoverschrijdend gedrag, preventie, detectie en aanpas. Als de andere fractieleiders akkoord gaan met het voorstel van Luc om... Ik zie Christophe, Tim en Karen instemmend knikken, dus dan kunnen wij, Tina, voor die drie punten meteen tot een in bulk stemming overgaan. Drie, hè? Twee van de schuldbemiddeling is een kennis. Ja, inderdaad. Ja. Dank u voor de terechte vingerwijzing. Niet bedoeld als vingerwijzing. Het was niet bedoeld als vingerwijzing.
Elke en Karen nog. Eén paar goedgekeurd. Dank u, Tine. Dan zijn we aan uw toegevoegd agendapunt gekomen, Karen. Menstruatie, armoede. Ik hoop dat ik het voorstel dat u heeft geformuleerd kernachtig heb weergegeven op de slide. Zo niet, moet u mij maar ervan langsgeven en aangeven wat wel het eigenlijke voorwerp was. Dus, oké, Karen, ik zou zeggen... licht maar verder toe. Heel goed beknopt. Het samengevat, inderdaad. Dus we weten allemaal sinds enkele jaren, omdat dat nieuws komt, wel wat menstruatiearmoede is. En omdat ze op heel wat plaatsen daar al rond werken, onder andere op de scholen, vond ik het de moeite om het toch nog eens een keer in daglicht te zetten. Ik weet dat de gemeente er al wel mee bezig was. Maar voor de mensen thuis, om het nog eens een keer in de picture te zetten. Dus wat wij specifiek vragen is eigenlijk dus voor mee te helpen met de regeling van het bedelen van menstruatieproducten voor meisjes en vrouwen die het moeilijk hebben. Dat er eventueel ook een inzamelpunt zou kunnen zijn voor deze producten. Dus eigenlijk gelijk dat we dat met de pamperbank hebben, maar dan voor mensen die het verkeerde soort tampon gekocht hebben of maandverband, dat u niet ligt. De vrouwen weten wel over waar ik praat. Als we zeggen dat er bepaalde merken zijn die ons niet liggen, of als er vrouwen zijn die in hun overgang gaan, die een heel aantal dingen niet meer nodig hebben, dat die gedoneerd kunnen worden in een inzamelpunt en dan kunnen ze dat verder gebruiken. Dat is toch allemaal in gesloten verpakkingen, hè, dus... en daarnaast, wat veel mensen niet weten, is dat menstruatiearmoede eigenlijk ook heel nauw gelinkt is aan persoonlijke hygiëne. Dus het gaat niet alleen over tampons en maandverband en menstruatiecups, dat mensen dat niet altijd kunnen betalen, maar ook je gewoon een keer kunnen douchen of opfrissen, is een keer extra tijdens die periode. Is zeker geen overbodige luxe, zeker met de gigantische energiekosten die we de laatste maanden doormaken. Merk ik wel dat er inderdaad dat toch sterk gelinkt is. Dat vrouwen en meisjes zich graag toch wat frisser voelen. Dat ze, in plaats van dat ze één keer in de week in een douche kunnen gaan, dat ze toch wel wat vaker zich kunnen verfrissen daar beneden. En daarvoor eigenlijk de invoering van een pasje of iets soortgelijk. Dat we via de gemeente kunnen regelen. Wij hebben hier de faciliteiten aan de mix om te kunnen douchen voor onze verenigingen, sportverenigingen. Dus als we dat op deze manier zouden kunnen verwezenlijken, leek mij dat toch wel een fijn aanbod voor deze mensen. Oké, bedankt Karen. Elke, mag ik dan aan u het woord geven? Ja. Het is inderdaad zo, Karen, dat we daar al een paar jaar mee bezig zijn, sinds 2021 eigenlijk op vraag... Van het college zijn we daarmee gestart, omdat we ook hoorden dat het lokaal bestuur van Aarschot daarmee gestart was met verdeelautomaten op te hangen in de middelbare scholen. Nu, natuurlijk, wij hebben geen middelbare scholen hier in Herselt. We hebben dan navraag gedaan bij Brussel. Dus dat is de initiatiefnemer of die menstruatiearmoede in de picture heeft gezet. En we zijn eigenlijk gaan kijken of dat het een piste is om een automaat in de mix te hangen, zodanig dat daar mensen gratis maandverband of tampons kunnen nemen. Nu, die kostprijs van één automaat plus het ter beschikking stellen van menstruatiemateriaal, dat werd toen begroot op €2000. En er werd eigenlijk gevreesd voor oneigenlijk gebruik. Dus we hebben die piste niet meer bewandeld. Wat hebben we wel gedaan? We zijn ook in overleg gegaan met de lagere scholen om daar ook af te toetsen. Van, ja, is daar ook een problematiek? Zij zeiden van ja, op dit moment is er geen nood. Ze hebben zelf ook wel wat materiaal. Maar er was wel de afspraak gemaakt van als men ooit materiaal nodig heeft, dat we dat ook wel zouden voorzien vanuit het OCMW. Dan vanuit de stuurroep Huis van het Kind is in oktober 2022 het voorstel gedaan om ook in te zetten op de middelbare scholen van Westerlo. Dus aanvankelijk was het eerst Aarschot. Huis van het Kind is eerder Westerlo gericht.
Dat hebben wij samen met Hulshout en Westerlo natuurlijk positief onthaald. Op dit moment is er een samenwerking met één middelbare school in Westerlo. En de vraag is gesteld aan alle andere middelbare scholen om daar ook mee in te stappen. Zij krijgen dan ook gratis materiaal, plus wordt er ook vorming gegeven vanuit Brussel. Een belangrijke is ook dat wij ook wel menstruatiemateriaal verdelen via de voedselpakketten die wij doen vanuit het OCMW. Momenteel bereiken wij 55 gezinnen in een precaire financiële situatie. Dat is natuurlijk alleen de voedselpakket, want we bereiken veel meer mensen. Maar wij plaatsen daar ook in die voedselpakketten waar nodig menstruatiemateriaal. En vanaf de zomer 2023... zal er ook een uitgebreidere bedeling zijn via Foodsavers. We vermoeden ook wel dat we dan nog meer mensen kunnen bereiken. Het is ook zo, als er mensen zijn die aangeven dat ze dat materiaal niet kunnen betalen, dan is dat absoluut geen probleem om tussen te komen. Dat zijn dingen waar het bijzonder comité echt niet moeilijk over doet om daar een steun in te verlenen. De piste van verzamelboxen, hetgeen wat dat hier wordt voorgesteld, dat is ook door Huis van het Kind overwogen. Ook door ons, maar dat is niet weerhouden, omdat menstruatiemateriaal niet iets is wat dat je over hebt, zoals dat je pampers over hebt, en dat dat ook wel maatgebonden is. Elke vrouw heeft daar zijn eigen voorkeuren in, dus dat is heel moeilijk om daar pakketten aan iemand te geven. Wat dat betreft, mensen die graag zouden willen douchen omwille van het feit dat het water te duur is of de elektriciteit te duur is om warm water te hebben thuis, is het zo dat wij eigenlijk onrechtstreeks daarop inspelen. Wij hebben een lakwerking. Dus dat is een werking waar wij mensen bereiken die hun energiefactuur of hun waterfactuur niet kunnen betalen. Daar gaan wij op huisbezoek, bekijken wij de situatie en komen wij ook tussen. We hebben vanuit de overheden daar ook subsidies voor om die mensen te ondersteunen in hun energiefactuur. En zo ondervangen wij dat. Er is nog geen vraag geweest om te kunnen douchen in de mix. Als daar vraag rond is, dan kunnen wij zonder problemen toeleiden vanuit het OCMW naar het sanitair. Maar een pasje voorzien, dat is zo stigmatiserend. Dat kunnen we echt niet maken om een pasje te voorzien dat die mensen dan bij de zaalwachter moeten laten zien van alsjeblieft, ik ben kansarm, ik kan mijn water niet betalen. Mag ik alsjeblieft douchen? We gaan dat veel serener mee omgaan. Maar als mensen daar nood aan hebben, zullen we wel zorgen dat die in de mix kunnen komen douchen. Ook vanuit de BKO, dat moet ik ook nog zeggen, is er ook materiaal aanwezig indien nodig. Dus ik zou eigenlijk een ander voorstel willen doen. Je had voorstel gedaan van artikels. Ik zou willen voorstellen om het samen anders aan te passen. Mag ik het voorstel doen? Ja? Tuurlijk, ja. Artikel 1 zou zijn, project rond menstruatiearmoede van Huis van het Kind verder te ondersteunen, zoals we nu al bezig zijn. Artikel 2 is de gemeente OCMW blijft aandacht besteden aan de problematiek menstruatiearmoede en zorgt voor regelmatige collectieve verspreiding van materiaal via de voedselpakketten en neemt elke bijkomende vraag hier rond individueel ter harte. En dan artikel 3 zou dan zijn, het OCMW blijft inzetten op een outreachende lakwerking. Dus dat wil zeggen dat wij, als we namen binnenkrijgen, op huisbezoek gaan en gaan luisteren wat dat de problematiek is. Dus inzetten op een outreachende lakwerking om de energieproblematiek structureel aan te pakken. De gemeente stelt sanitaire faciliteiten in de mix ter beschikking voor personen die via het OCMW toelating hebben gekregen om gratis te komen douchen. Maar dat is dan individuele vragen en dan leiden wij die mensen op een serene manier door. Voilà. Dank u, Elke. Kunnen wij tot een geïntegreerd besluit komen, Karen? Ik zou graag nog heel even die een bal terugkaatsen nog één keer. Of er een mogelijkheid is. En ik denk dat daar, zoals ik het nu gehoord heb, in denk ik artikel 2 wel ruimte voor is, om toch de communicatie daaromtrent een beetje open te trekken. Omdat ik kan mijzelf niet herinneren dat er al iets over in Herselt Leeft gestaan heeft of op social media. Gewoon het in de kijker zetten, want wat we al doen is heel goed, maar toch voor de mensen weten in principe dat ze bij het OCMW moeten aankloppen, maar toch dat het iets meer, dat we ook eigenlijk gewoon een sensibiliserende functie ervan kunnen maken. Dus dat we dat opentrekken
naar dus het collectief bedelen, maar ook het onder de aandacht brengen bij de bewoners van onze gemeente. Ik zie elke instemmend knikken. Ja, ik denk dat dat geen probleem is om... daar is een artikel of zo rond menstruatiearmoede te doen en zeggen van, ja, zit je in die situatie, kom gerust langs bij het OC&W en we bekijken het, want... Dikwijls is het in die situaties dat er nog veel meer financiële problemen zijn. En dan kunnen we alles in zijn geheel aanpakken. Ah, wel, en als we dan inderdaad bijvoorbeeld... Ik ben nu maar laat op aan het denken, hè, als dat dan ook op social media is, waar dan de iets jongere generatie mogelijk op zit, ja, dan kunnen we dan misschien via de jongere generatie ook het gezin binnenkomen op die manier. Hè. Maar ik ben nu maar laat op aan het denken, maar of dat een mogelijkheid is om dat daarin te verwerken, eventueel artikel 2 aan te passen of eventueel een artikeltje erbij, maar... Hoe dat je denkt dat het het beste overkomt? Ik vraag aan Tina om het eens op een rijken te zetten, waar de consensus ons toe brengt. Ja, ik weet niet, eventueel, maar ik probeer maar mee te denken, zou dat een bijkomend artikel 4 kunnen zijn, naast de 3 artikels die elke zo net opsomde, om de communicatie over menstruatiearmoede in de kijker te zetten of zoiets. En daar een sensibiliserende functie rond op te nemen, in die zin. Ja, ik zie Karen knikken, Elke ook. Ja. Mooi, dan hebben wij over partijgrenzen heen een consensusbesluit. Wacht. Sorry, mensen. Ja, ik had hier een vraag. Okay, look. Een vraag bij het voorstel van elke collectieve verdeling via de voedselpakketten. Dat klinkt bij mij nogal dubbelzinnig. Ik denk dat dat anders geïnterpreteerd wordt dan wat je ermee bedoelt. En dat we het dan ook best anders formuleren. Kunt je het even duiden? Want collectieve verdeling via voedselpakketten, dat is al vreemd. Is, en collectief, bedoeling... dat lijkt alsof dat iedereen dat in zijn pakket gaat krijgen. En dat zal de bedoeling niet zijn. Dus het is, denk dat je het voor beter de mensen die formuleert. Daar lood aan hebben, wordt dat bij in het pakket gestoken. En die pakketten worden ook individueel afgehaald op het OC&W. Ja, op maat. Zou ik misschien collectief... Ja, ik snap het. Ja. Misschien kan het woordje collectief eigenlijk gewoon geschrapt worden, want dat zorgt voor de verwarring, denk ik. Dus dat het OC&W zorgt voor regelmatige verspreiding van materiaal via de voedselpakket. Ja. Oké, collega's, dan denk ik dat... Oké, dan kunnen we stemmen over dit bereikte, geïntegreerd raadsbesluit. Hè? Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. En ook bedankt, Karen en Elke, voor deze mooie samenwerking, leidend tot een mooie consensus over een belangrijk onderwerp. Dan zijn we al heel vroeg, een beetje een record, denk ik, aan het einde van de openbare zittingen vandaag gekomen, einde van de openbare zitting van de OC&W-raad. Dank aan al onze inwoners, al dan niet fysiek aanwezig. Dank voor uw aanwezigheid op deze openbare zittingen. En dan gaan wij, nadat u in alle rust de zaal heeft verlaten, over tot het openen van de besloten zitting van de gemeenteraad.